Vandaag een nieuwe video over beslissingen maken en beslissingen aanvaarden. Zoals dat sommige mensen wel weten, begeleid ik mensen dus om nuchter door het leven te gaan. En als ik mensen begeleid om nuchter door het leven te gaan, gaat dat uiteraard over alcohol, maar dat gaat eigenlijk ook over veel andere zaken. Over zaken uit het verleden dat we soms niet kunnen aanvaarden of over dingen dat we niet verwerkt hebben. En er is iets dat mij opvalt. Ik ben nu ondertussen 8,5 jaar coach, alcoholcoach. En natuurlijk, door veel mensen te zien, door veel naar verhalen te luisteren, kunnen soms, leerde gewoon dingen bij. En een van de zaken dat mij enorm opvalt, is dat mensen, eens dat ze een beslissing genomen hebben, dat ze daar veel over nadenken, dat ze daar veel over twijfelen en dat er daar eigenlijk heel veel energie naartoe gaat. En dat is ook zo bij stoppen met alcohol, maar ook bij andere beslissingen, bijvoorbeeld een huis kopen, een huis verkopen. En ik wil daar eigenlijk het een en het ander over zeggen. Natuurlijk, dat is hoe dat ik daarmee omga. Dat is niet hoe dat iedereen daarmee omgaat. En ik ben anders dan andere mensen. Iedereen heeft zijn eigen visie, zijn eigen manier van met dingen om te gaan. Maar ik ga het even naar alcohol doen. Ik ga gewoon even iets tekenen. Dus alcohol ben ik hier aan het tekenen. En nuchter blijven. En je ziet dat. Hier heb ik alcohol geschreven en hier heb ik geschreven nuchter. En ik heb eigenlijk op 17 juli 2011 de beslissing genomen. Hier heb ik de beslissing genomen van ik stop met alcohol. Natuurlijk, het is niet de eerste keer dat ik die beslissing had genomen. Ik denk dat dat de derde keer dat ik echt de beslissing heb genomen. Tussen mijn 20 en mijn 25 heb ik dat een paar keer beslist. Maar mijn 25 jaar was het echt zoiets van oké, nu is het genoeg. Als ik zo verder doe, ga ik mijn leven verbrotten, ik heb er geen hoesting in, ik wil andere dingen doen in het leven. En wat is er eigenlijk ook gebeurd op dat moment, is eigenlijk de focus is eigenlijk hierop gegaan. Is op het nuchter leven. En wat merk ik ook, dat veel mensen doen, ze hebben een alcoholprobleem en dan twijfelen ze twijfelen veel, ja, zou ik wel stoppen, zou ik dat niet doen. En op een bepaald moment in het leven, moeten we de beslissing nemen. En dan heb ik dat ook gedaan. Hier op dat moment heb ik de beslissing genomen. En ik heb eigenlijk ook op dat moment gezegd van kijk, nu ga ik mij bezighouden met nuchter zijn. Voor mij was alcohol ergens gepasseerd. En ik had zoiets van kijk, ik ga mij focussen hoe dat ik nuchter moet blijven. En eens dat die beslissing is genomen, kun je er niet ergens, je kunt er altijd op terugkeren, maar het is ook zo, ja, zou ik dat wel gedaan en moet ik dat wel doen? En de energie is belangrijk, steekt de energie in het oplossen, in het nuchter zijn. Dat is heel belangrijk. Ik ga gewoon even een ander voorbeeld tekenen. Bijvoorbeeld, wij hebben ons huis verkocht een paar weken geleden. En soms denkt je, is dat een goed idee, is dat geen goed idee? Maar bij mij, juist hetzelfde. Ik heb mijn huis verkocht. Nu focus ik mij op een nieuw huis. En ga ik niet meer zo van, ja, was dat wel een goed idee om dat te verkopen? Ja, misschien te weinig vraagt, ja. Snap je? Dus je kunt heel veel tijd en energie daarin steken. Maar eens dat de beslissing is genomen, je kunt er niets meer aan veranderen. En ja, en vanuit die nieuwe energie kun je focussen op van, oké, we gaan het anders doen. En ik merk dat heel veel mensen in hun leven beslissingen genomen hebben. Stel bijvoorbeeld, je bent ooit verreisd naar het buitenland. Je bent dan moeten terugkomen voor iets of iemand. Van ja, had ik in het buitenland gebleven, zou mijn leven er anders uitzien. Of het zijn mensen die naar het buitenland vertrokken zijn, die daar dan effectief gebleven zijn. En dan denken ze van ja, maar zou ik teruggekeerd zijn naar België, dan dat. En ik merk eigenlijk dat door die beslissing die er in het verleden gebeurd zijn. En zo de, stel dat, of als dat, dat we daar eigenlijk, ja, dat we eigenlijk in cirkels draaien en dat we er eigenlijk niet veel kunnen aan doen. En ja, we kunnen dat herkouwen en er pijn van hebben en er nog een keer verdriet van hebben. En dat is allemaal niet makkelijk, maar op een bepaald moment moeten we dat volledig accepteren. Kijk, dat is gebeurd. En we gaan het nu anders doen. Ik zeg niet dat
Door in mijn nuchter leven, door de focus op dat nuchter leven te leiden, zijn er ook zaken uit het verleden soms naar boven komen dat ik een plaats heb moeten geven door therapie of door met mensen te babbelen of nu ben ik veel met God bezig. En je moet wel doorwerken, je moet het verleden aanvaarden ook, maar zo ja, zo, ik ken zo van die mensen die soms zo nog 20 jaar terugleven van, oh ja, maar ik heb eigenlijk dat ooit gedaan en voor mij ook, wij 9 maanden geleden zijn wij getrouwd. We zijn getrouwd en wij hebben dat samen beslist om te trouwen, om er te zijn voor elkaar in goede dagen, in minder goede dagen, maar wij hebben dat beslist. En soms kan het wat minder gaan in de relatie, is het een beetje lastiger, zijn er dingen die gebeuren, heeft een of een andere stress of depressie of whatever, maar weet je, eigenlijk ga nooit de vraag om van ja, oh, heb ik dat wel goed gedaan? Had ik wel moeten trouwen? Of, oh nee, het zou misschien beter zijn, zou het gedaan zijn? Of misschien moeten we uit elkaar gaan? En ik heb zoiets van, het de beslissing nemen, het is zo. En nu moeten we focussen van, kijk, hoe kunnen wij hier doorgaan? En hoe kunnen hij als mens blijven kracht vinden in bijvoorbeeld een moeilijke relatie? En soms vind ik ook van, ik ga iets anders tekenen, dat mensen dan ook bijvoorbeeld ja, te snel uit elkaar gaan. Hè. Stel, mensen leven, en dat gebeurt vaak in relaties. Je bent hier samen, maar misschien ga ik het anders tekenen, want in het begin, ik ga het zo tekenen, in het begin doe je nog veel samen, maar je merkt soms nadat een tijd verloopt, ga je wat meer uit elkaar leven, omdat ja, het leven passeert. En wat ik dan ook vind, is dan zijn er eigenlijk ook 2 mogelijkheden. Dus ik ga hier een streep trekken. En ofwel ga je letterlijk nog verder uit elkaar. Ofwel kies je ervoor samen om weer naar elkaar toe te groeien. En ik ben natuurlijk fan van terug naar elkaar toe te groeien. En hoe doe je dat? Dat is door te focussen op misschien een gezamenlijk iets. Door te focussen op de positieve dingen. Je kunt kijken naar de verschillen dat je hebt, maar je kunt ook kijken naar de gelijkenissen met elkaar. Wat zijn de same interests? Bijvoorbeeld bij mijn vrouw en ik, we zijn veel met God en de Bijbel bezig. Dus bij ons staat daar centraal. Ons dochter, de opvoeding, hebben we in het algemeen wel dezelfde ideeën. Dus we kunnen ons focussen op de dingen die er ons toe leiden om weer dichter naar elkaar te komen. Want, wat ik ook vaak denk is dat als je uit elkaar gaat, dat de kans groot is dat je later weer hetzelfde tegenkomt. Ik zeg niet dat je nooit uit elkaar mocht gaan en dat iedereen voor altijd moet samenblijven, maar voor mijn vrouw en ik, wij werken aan onze relatie, wij praten met elkaar, wij praten ook met andere mensen over onze relatie, omdat wij ja, soms gewoon hulp nodig hebben om een goed koppel te zijn. Dat is werken. 2 individuele mensen die hanse leven zijn opgevoed op een manier die dan samenkomen ja, om daar 1 geheel van te maken, dat heeft tijd nodig. Maar voor mij heeft dat ook te maken met beslissing. Is van, kijk, jij beslist eerst alleen van, kijk, ik ben committed. En dan kun je ook samen beslissen van, kijk, we gaan er ook gewoon weer verder samen voor. Natuurlijk, als dat niet onmiddellijk gebeurt, dat je er samen kunt voor gaan, kunnen we wel blijven committed blijven. Van kijk, ik blijf ervoor gaan. Ik blijf ervoor gaan. Ik heb geduld, ik heb liefde. Maar ik blijf gaan omdat je dat beslist hebt zo lang geleden. En allez, ik heb hier verschillende voorbeelden gegeven, maar ik steek heel veel energie altijd in niet de toekomst. Ik steek veel energie in het heden, maar eigenlijk om constructieve gedachten te hebben. En niet te veel in zorg te gaan van, oh ja, en dat is gebeurd, en oh nee, dat had niet mogen zijn. En allee, bon, ik denk dat dat ook iets is dat soms in coachings naar voren kwam. En ik heb zoiets van, als je beslissing neemt, stick to de beslissing. En haat ervoor, en iedereen gaat ermee akkoord zijn. Maar laat een energie ook los die zo zwaar is. En haat erdoor, werk door de pijn heen. En voilà, veel succes allemaal. Yo.